Volgens mij het hele zwembad overspoeld. Helemaal, het is dag 2 in Santorini. En we hebben vanochtend uitgelegd gekregen. Hoe zeg je dat? We hebben uitleg gekregen van zo'n Sunweb-vrouwtje. En we hebben dus een boottocht geboekt. En waar gaat het allemaal langs? Langs allemaal stranden en mooie plaatsjes, toch? Een vulkaan. Vulkaaneiland. Ja. Twee eilanden. En daar gaan we dus morgen heen. Dus dat wordt nog misschien een leukere vlog. Vandaag blijven we nog hier. Gaan we in de omgeving een beetje lopen en kijken. En nog naar het zwembad een beetje ontdekken. En we gaan daarna nog 3 dagen met de auto. En dan gaan we ook naar het Zwarte Strand. Deze wind, er waait hier ook echt heel erg wind stond. Maar dat is wel lekker, want dan is het hier niet te warm. Dus dat is wel fijn. Ja? Moest jij nog iets zeggen? Duimpje omhoog. Lekker rennen. Maar doe maar. Lekker gegeten. Was weer lekker. Ik vind het belangrijk altijd het ontbijt. Ja, jij houdt wel van eten. Ja. Weet je wat ook wel gek is? Je hebt hier dus een wc. Maar omdat ze hier hele kleine rioleringen hebben, moet je dus niet je papier in de wc-pot gooien, maar in het prullenbakje dat ernaast zit. Best wel een soort van vies eigenlijk. Maar ja, ik zat dus gisteravond nog even naar de wc voor ik naar bed ging. Toen gooide ik een papiertje in de wc-pot. Maar dat was ik dus even vergeten. Toen moest ik lekker met mijn hand zo, hoppa, het eruit halen. Lekkere vieze verhalen. Jullie zien mij trouwens deze vakantie ook minder mooie momenten. Mijn hoofd ging super erg. Mijn haar zit soms lelijk. Maar het maakt allemaal niet uit. Jullie mogen dat zien. Vandaag hebben kunnen zien. We hebben vandaag lekker aan het zwembad gelegen. En dat resulteert, of weet ik hoe je dat zegt ook, want ik ben lekker rood geworden. Kimmy is bruin. Ik ben rood. Ik ben een kreeftje geworden. Hopelijk word ik nog bruin. En ik ben vandaag ook begonnen in mijn boek. We hebben nog foto's gemaakt. Ik snapte helemaal niks van het boek. Dus hopelijk komt dat later nog. Maar we gaan nu iets eten en we gaan naar een soort van kerkje van klokkending kijken. Wat ook mooi schijnt te zijn. De zon zit nu achter ons. Dus mooie foto's misschien. We zijn er en het buiten nog steeds heel hard. Dit is het en het heel mooi uitzicht. Sowieso helemaal te warm. Maar ja, er zit hier echt gillende Chinese mensen of zo. Die proberen Grieks te zijn en foto's te maken. Oh, dat is echt zo. Ja, dat gaat ook wel heel veel. Kippenvel. Ik zou
zeggen, voor Mandy een duimpje omhoog en ook voor deze zonzondige. Ja, dat was echt wel mooi. Ik hoop dat de timelapse heel leuk was. De timelapse was heel leuk. Op camera zat er wel weer anders uit dan in het echt. Ja, het zag er wel cool uit. Ik bedoel, kleurtechniek en zo. Papa, ja. Doe niet als een serieus, dat is echt. Ja. Nee. Vergeet niet te liken. Nog een keer? Ze kunnen niet twee keer liken. Maar als je nog like een duimpje omhoog. Even, dat is hetzelfde. Twee keer erbij. Ja, nou ja. Grote straat. Ja hoor. Hartstikke idee. Gooit die even grote straat hoor. Ik had het een beetje fris, dus ik heb even een dik vest aangetrokken. En een gezellig lampje. We hebben nog een spel gedaan. We hebben lekker gegeten. Mooie zonsondergang gezien. Morgen gaan we met een boottocht langs allemaal mooie plekjes. En ik neem ook mijn onderwatercamera mee, want er schijnt ook zo'n hele leuke warmtebron te zijn. Dus dat gaan jullie allemaal zien. Kijk dus morgen zeker weer even de vlog. En dan zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen... Ook kan niet. Blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En morgen weer de vlog te kijken. Doeg! Hoe ga ik dat doen? Kan je echt hier doorheen blazen?